geef deze video een dikke vette duim omhoog binnen 3 seconden. Daar gaan we. 3, 2, 1. Ik hoop dat het je is gelukt. En ik heb heel erg eng nieuws. Er is namelijk een hacker op Roblox. En nee, het is niet Jenna. Het is Elizabeth. En zij dreigt om Roblox helemaal te beëindigen. Dus dat is natuurlijk wel echt heel erg eng. Dus toen ik hoorde van Explorer Elizabeth Story, had ik zoiets van, oké, dit moeten we absoluut en zeker spelen. Want we moeten ervoor zorgen dat Roblox blijft bestaan. Nou jongens, ik vind het heel erg spannend. Let's go. Elizabeth Story. Oh nee, het is Explorer. Zij is dus niet alleen maar een explorer of een avonturier. Maar ze is dus ook een hacker. Ik ga er gewoon maar eventjes bij. We gaan het graf in. Zo, dat is heftig. Nou, het begint al echt heel erg eng, jongens. Wow, we zijn begonnen. Hey, Chain. Hey, die ken ik van een heel andere story. Oké, hij zegt, jullie kunnen na schooltijd wel eventjes naar mijn huis toe gaan. Dan kunnen we lekker chillen. Oké, gezellig. Chain is volgens mij wel een goeie. Ik denk dat we hem wel kunnen vertrouwen. Maar ondertussen mogen we voetbal spelen. Oké, hartstikke leuk. Welk goal moeten we in? Ik weet het niet. Ah, dit gaat niet goed. Deze voetbal is ietsje groter dan mijn voet, jongens. Dat is best wel lastig. Hup, hup, hup. Dit goal in. Yes! Oh my goodness, ik heb gewoon gescoord. Woehoe! Nou, hebben we gewonnen, Chain? Hebben we gewonnen? Wee! Mohamed zegt, dat is de bel. Chain, kom, laten we naar je huis toe gaan. Ja, oké, volg mij, zegt hij. Let's go. We zijn bij zijn huis. Oh, wat geweldig. Oeh, maar dit ziet er tof uit. Hij zegt, welkom in mijn huis, vrienden. Ik ben zijn vriend, maar ik ben nog nooit eerder bij zijn huis geweest. Oké. We hebben zojuist voetbal gespeeld en laten we nu eten. Wat willen jullie eten? Oh, dat is een goeie, dat is een goeie. Burger, hotdog, sandwich of pizza? Weet je wat? Ik heb zin in een hotdog. Ja, het ziet eruit dat pizza heeft gewonnen. Nou ja zeg, waarom kan hij niet gewoon een hotdog voor mij en een pizza voor iemand anders? Zo moeilijk is dat toch niet? Maar oké. Kom, laten we naar de keuken gaan. Is goed. Is dat de keuken? Hier is de keuken. Yes, we're going. Iedereen heeft al... Ik ga op deze stoel zitten hoor. Hallo. Yes, ik zit er. Woehoe. Ga eten, zegt hij. Is goed. Oh ja, we hebben hier pizza. Nou, eet smakelijk, Jamila. Lala. Oh, dat was ook echt gewoon letterlijk één hapje en nu is ze alweer klaar. Wow, waarom is het ineens zo donker geworden? Hij zegt, het is tijd voor een enge film. Oeh, Explore Elizabeth. Oh, wat? Dit is de allernieuwste film, genaamd Explore Elizabeth. Roblox zal helemaal verpest worden binnen 20 seconden. Oké, ja, dat is best wel eng inderdaad, als dat je hele wereld is. Is goed. Nou, weet je wat? Ik ga lekker op een stoeltje zitten. Gezellig. Ik ga hier zo achterin zitten, want ik vind het wel een beetje spannend hoor. En kijk, ik heb weer een knuppel. Nou, je weet wat er gebeurt als ik een knuppel heb in de game. Oh, waarom is deze gast hier zo? Hij zit volgens mij vast daar achter het scherm. Nou, we gaan kijken hoor. Met mijn knuppel. Hi, ik ben Explorer Elizabeth. Ik geef jullie aan dat het einde van Roblox is op 1 juli. Nou, gelukkig is het alweer ver in juli. Maar vanaf vandaag zal ik alle Robloxians helemaal verbannen. Oeh, dat is spannend. Als je denkt dat deze film een grap is, wacht maar eventjes dan. Kies een van je vrienden. Oké, wie gaan we kiezen? Nee, niet mij. Gewoon de bovenste. Ja hoor. Sorry, Ty Will. Het spijt me ontzettend. Oh, dat vind ik wel echt heel erg zielig. Weet je wat dat betekent? Dat hij zo meteen gaat. Gefeliciteerd, Ty Will. Je bent uitgekozen om verbannen te worden. Uh-oh. Waar is die? Oh, is dat een meisje? Oh, dat is een vet zielig. Dat is gewoon uit de game gekikt. En Elizabeth zegt, het is nu aan jullie de beurt. Genesis te kiezen. Oh my god, ze komt uit de tv. Wat is dit nou? Nee, ik wil mijn knuppel terug. Oh nee, ze is echt heel creepy. Wow. Kijk dat nou. Ze heeft allemaal vuur en bloed dat uit haar komt. Nou, weet je wat? Ik blijf maar gewoon eventjes hier. Oh nee, ze is daar. Ze komt daar uit de boekenkast. En ze loopt nu achter een speler aan. Maar die speler die staat heel slim in de boekenkast. Oh, dat is chill. Oh nee. Ze is gerespawned. Kijk, ik wil eigenlijk ook wel daar bovenop. Net zoals waar die speler was. Yes, sta ik hier veilig? Ik hoop het. Ik ga eventjes naar het monster kijken. Oh, daar is ze hoor. Daar is ze. Oh, nee, ze komt deze kant op. Nou, laten we hopen dat ze niet hierop gaat springen, jongens. Oké, ik vind het ook wel een beetje zielig voor de andere spelers. Never mind. Ze kwam daar boven. Ik ga gewoon maar eventjes rennen. Oh, ze komt nu achter mij aan. Nou ja. Oh, dit is de keuken. Ik dacht dat ik via hier nog wel eventjes weg kon lopen of zo. Elizabeth, ga weg. Dat was maar gewoon een klein voorproefje van wat er nog gaat komen, zegt Elizabeth. Als jullie mij willen vinden, ga dan naar het bos om te zoeken. Oh jee, ze heeft een speurtocht voor ons opgezet. Woehoe!
schreeuwen. It's Joyce zegt, wat is er zojuist gebeurd? Ja, dat vind ik een goeie. Iedereen heeft zijn knuppel eruit. Die heeft echt zoiets van, waah, komt u maar. Elizabeth is echt. En we moeten haar vinden en haar stoppen. Want anders verpest ze heel Roblox. Nou, Chain, wij komen uit de toekomst. Ik weet nu al dat Roblox nog steeds bestaat. Maar dan moeten we haar natuurlijk wel eventjes verslaan. Laten we hopen dat dat gaat lukken. Oké, we zijn buiten in het bos. Elizabeth zei dat we voor de eerste clue moesten gaan zoeken hier zo. Oké, Chain, zoek je mee? Chain? Nee, hij blijft natuurlijk weer staan. Natuurlijk. Hij zegt, blijf heel vlak achter mij. Hallo, we zijn allemaal al gelopen. Oké, ja, nou, daar gaat hij eindelijk. Hè? Hup, lopen door al deze rode puntjes hier zo. Oh, wacht, we hebben een zaklamp. Ja! Ja, oké, ik dacht mijn zaklamp staat niet aan, maar hij staat wel aan. Alleen hij is gewoon heel erg zwak. Oh, er staat, daar is een huisje. De clue zit waarschijnlijk daarin. Laten we naar binnen gaan. Nee, dat is echt een heel dom idee. Chain, nee, we gaan niet een vreemd huis binnen. Chain! Oké, ik ga al. Oké. We hadden maar 10 seconden om hier naar binnen te lopen. Maar goed, we zijn er. Hoi Chain, hoi iedereen. Oh, er zijn nog best wel veel spelers hier. Dus dat betekent dat de meeste mensen het hebben overleefd. En dat is altijd fijn, want dan hebben we extra hulp. Oké, ga op zoek naar de clue. Ja, Chain. Sinds wanneer ben jij de baas? Iemand heeft al een clue gevonden. Waar dan? Explorer Elizabeth. Clue 1. Ik ben niet alleen. Gefeliciteerd, je hebt de eerste clue gevonden. Jullie zullen nu naar mijn wereld worden geteleporteerd. Ik zie jullie daar. Nee, dit is het engste laadscherm ooit. Oké, we zijn nu in de wereld van Elizabeth. Oeh, iemand zegt, kijk, het dak is open. We kunnen er gewoon uitklimmen. Ja, dat is een goed idee. Laten we eventjes naar de ladder gaan. Er is geen ladder. Zoek gewoon naar een knopje of iets. Oké. Deze spelers zijn echt zo ontzettend snel. Ze hebben al een knopje gevonden. Oh ja, nou het knopje is hier. Dat is ook niet zo heel erg lastig om te vinden. Maar goed, zijn we eraan getrokken. Laat het alsjeblieft wel oké zijn of goed. Wow! Oh, er is een obby! Oké, super gaaf. Dus nu hebben we een soort van trap. En dan moeten we naar boven. Oh, we hebben maar 35 seconden om hier naar boven te gaan. Wat is dit nou? Oh, er zijn veel te veel spelers. Het is zo lastig. Ik ga een beetje achterlopen. Maar niet te veel achter. Want dan ga ik het niet overleven natuurlijk. Ik dacht misschien dat er lava zou zijn of zo. En dat je daardoor dood zou gaan. Maar dat valt hartstikke mee. Ah, oké, dat is dus het probleem. Oh my goodness. Nee, dat wil ik niet. Oh my god. Spring. Ik heb nog maar 9 seconden. Ga ik dit halen? Alsjeblieft. Maakt niet uit. Ik betaal wel als het moet. Nog maar 2 seconden. Jongens. Nee, ik heb het niet overleefd. Ik was zo dichtbij. Wacht, je kan nog steeds doorgaan. Maar je moet wel jezelf reviven. Ja, is goed. Oké, ik ben er. Hallo allemaal. Hallo. Oh, er is iemand. Ze zijn deze grot ingegaan volgens mij. Yes. Oh, leuk. Een begraafplaats. Nou, hier moet er toch ook ergens een clue zijn. Ja, dat is een goeie. Oh, gelukkig heeft iemand al een clue gevonden. Oh, iedereen is zo ontzettend snel. Dat is echt heel erg fijn. Maar de clue is, je gaat vechten. Gefeliciteerd. Oh, nou, wat is dat nou weer voor een rare clue? Daar heb ik toch helemaal niks aan. Oké, Chain weet niet wat er gaat gebeuren, maar hij zegt, wees er klaar voor. Oké. Nee. Kleine soldaatjes van Elizabeth. Oké, we moeten gaan vechten. Maar gelukkig zijn er andere spelers. Oké, ja. Ik heb er geslagen. Woehoe. En nu is die kapot. Dus dat is goed. Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Gelukkig. We komen steeds dichterbij, zegt Chain. Kom, laten we Elizabeth vinden. Oh, ik vind dat iedereen wel echt heel erg dapper is, hoor. Wat gebeurt er? Elizabeth only. Wow. Er is een derde clue, zegt Chain. Oké, waar dan? Iemand heeft hem al. Clue nummer 3. Je hebt 2 keuzes. Wees wijs met je keuze. Ik hou niet van keuzes. Oké, er zijn 2 gaten. En je moet er dus inspringen, neem ik aan. Ja, maar dat is niet eerlijk. Hoe weet ik nou welke de juiste is? Iedereen gaat naar links. Nou, weet je wat? Ik ga er gewoon achteraan. Yes! Gelukkig! Oh, weet je, als ik zou moeten kiezen, dan was ik in de rechter gesprongen. Ik ben heel erg blij dat er andere spelers zijn die wel weten hoe het moet. Oh my goodness. Oh. Nee, niet weer zo'n obby ding. Nee. Jongens, ik ben hier toch helemaal niet zo goed in.
Ja, het ziet er naar uit dat we geen andere keuze hebben dan alleen maar het lava oversteken. Oké. Nou, we gaan het gewoon maar eventjes doen. Ik ga dit keer wel voorzichtig doen. Oh, daar gaat een speler. Oh, daar gaat een andere speler. Oh, nog eentje. Oh, niemand die overleeft dit. Jongens, oh, wat super zielig voor iedereen. Oké. Nee, daar gaat nog een speler. Ik word er helemaal zenuwachtig van. Er blijft niet veel over, maar dit is oprecht ook wel echt heel erg lastig. Maar ja, dit haal ik dan weer wel, hè. Wat is dit nou weer voor iets, jongens? En die andere niet? Woehoe! Oké, nou, waar zijn de andere... Oh, nou, ziet er naar uit dat wij de enige twee zijn, meisje. Oeh, wat heeft haar leuke outfit aan. Super schattig. No, zegt ze. Oh, dat is echt vet zielig, ja. We zijn klaar, zegt Beast Boy. Laten we gaan. Huh? Waar is Beast Boy? Huh? Spreekt hij nou vanuit de lava? Ik denk dat Elizabeth hier zo buiten de grot is. Maak je klaar voor een battle. Oké, ik pak mijn knuppel er weer eventjes bij. Nou, daar zijn we hoor. Oh, deze twee powermeiden. Superleuk. Ik dacht er is niks, maar daar is Elizabeth. Zo eng. Oh, maar ze ziet er wel schattig uit. Ze heeft echt een heel erg lief gezichtje eigenlijk. Denken jullie echt dat jullie Roblox kunnen redden? Van mij? Ja, Explorer Elizabeth. Maar dan moet je eerst langs mij gaan als je echt vrij wil zijn, zegt Hazel. Maar dat ben ik. Ik snap er ook niks van. Oh, nee. Ze komt achter ons aan. Oké, er is een hele grote muur en heel veel van die enge dingen. Oh, we moeten hierop staan waarschijnlijk. En er komt er lava, neem ik aan. Nee, meisje. Oh, nee. Oh god, mijn extra speler. Oh, dat is echt niet leuk. Nou moet ik het helemaal zelf gaan doen. Ik ga er slaan, maar er gebeurt niet zo heel erg veel. Dit gaat echt heel langzaam. Oh. Hallo, ben ik nou gevallen? Nou ja zeg, wat flauw. Ik werd geteleporteerd en toen viel ik en dan kon ik helemaal niks meer doen. En nou heb ik nog maar de helft van mijn health bar. Oké, nou weet je wat? Ik ga gewoon maar eventjes haar knieën slaan. Zo. En dan moet ik weer weg, denk ik. Want anders schiet ze me weer. Ik heb altijd zo'n hekel aan als ik de enige ben hier zo, jongens. Het is echt super flauw. Weet je wat? Misschien kunnen we wat kopen bij de shop. Een wapen? Ja, ik ga deze lightsaber kopen. Hopelijk gaat het dan een stuk sneller. Lightsaber? Hupsakee. Yes! Oh, maar ik heb wel leuke sparkles. Dus weet je wat? Dat vind ik al helemaal prima. Nee. Jamila! Jamila! Nee! Nou ja, zeg! Ik vind het echt een rotspel. Maar goed, eventjes revive it. Ha, wacht maar Elizabeth. Denk je dat je langs mij kon komen? Echt niet. Kijk, ik ga er verslaan. Gaat het me lukken deze keer? En here we go. Nee, niet nog een keer. Yes. Yes, ze is super klein geworden. Oh, kijk nou hoe mini ze is. Oh, echt heel erg lief. Ha, jullie hebben gewonnen, zegt ze. Oh, nou, dat is wel leuk dat ze tegen haar verlies kan. Ik zal stoppen met het hacken. Laat me gewoon gaan. Oké, Elizabeth, is goed. Oh, ik zeg, laat je gaan? Nooit! Oh, ik ben ruthless, blijkbaar. En Elizabeth, nee, wacht. Laat me een deal maken met je. Oké, we luisteren. Als je me laat gaan, dan zal ik iedereen unbannen van Roblox. En dan kunnen we gewoon weer teruggaan naar normaal. Maar dat zal ook wel gebeuren als we er niet laten gaan. Weet je, als we er wel laten gaan, dan betekent dat ze nog overleeft. En dan kan ze nog steeds hacken, dus ik ga het niet doen. Keep Elizabeth stuck here forever. Ha! Oh, nee! 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 Ik heb te laat geklikt! Ik zeg, oké, we zullen je gaan laten gaan. Unban, iedereen. Oh, nou lekker is dat, jongens. Waar zijn we nu? Het verhaal gaat door? Nee, ik had toch echt op die andere keuze moeten klikken. Het is echt niet goed. Haha, dommerds. Waarom zou je ooit een hacker moeten vertrouwen? Ja, maar ik had niet genoeg tijd, Elizabeth. Hey, we hadden een deal. Ja, dat is waar. Ja, we moeten wel eventjes zorgen dat ze gewoon eventjes die deal gaat houden. Ja, ik doe dingen niet eerlijk. Doei. Voor altijd. Nee, daar ga ik. Oh, in de lava. Nee. Oh, dat was ik. Ik mag niet eens meer met haar vechten verder. En ik had er nog wel verslagen. Oh, we zijn aangekomen in de lobby. Nou, ik weet niet of dat einde heel erg satisfying was. Maar tegelijkertijd is het ook wel tof. Want, nou hebben we dit gezien. Ik denk dat als we die andere hadden gehad, dan was Elizabeth gewoon dood gegaan. En dan was het zo op die manier geëindigd. Nou, weet je wat? Ik vind het alsnog wel echt heel erg knap dat ik haar gewoon in mijn eentje heb verslagen. En daarbij heb ik deze superleuke toffe lightsaber. Kijk nou naar al deze sterretjes. Wee! Helaas is het dus niet gelukt om Roblox te redden. Want Elizabeth was gewoon absoluut en zeker niet te vertrouwen. Maar voor de vraag vandaag kan je nog wel eventjes deze beantwoorden. Namelijk, ben jij te vertrouwen en ben je goed in het houden van een geheim? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Laat het me zeker even weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!